Welkom bij Lokaal Journaal, het nieuwsprogramma waarin we u op de hoogte stellen van alles wat er speelt in onze regio. De gemeente Hoeksche Waard en waterschap Hollandse Delta zijn gestart met de campagne Dijk op, gas eraf, om de verkeersveiligheid op smalle dijken te verbeteren. Veel scholieren en inwoners fietsen dagelijks over deze dijken, waar ook auto's en landbouwverkeer rijden. Dit zorgt voor onveilige situaties, vooral door te hard rijden. Door middel van posters en banners en gesprekken met automobilisten wordt er gevraagd om je aan de maximale snelheid te houden. Ruim 2 jaar geleden begon de bouw van Ship 21, een industrieterrein van 600.000 vierkante meter bij het voormalig terrein van de suikerfabriek in Puttershoek. Bewoners van de naastgelegen buurtschap Kuipersveer hadden niet verwacht dat dit tot zoveel overlast zou zorgen en luidden de noodklok. Verslaggever Pascal Kerpel ging naar het bouwterrein toe. Bewoners van Kuipersveer zijn klaar met de bouwoverlast van dit industrieterrein. Deze weg ging ruim 2 jaar geleden voor het eerst dicht. De weg die de buurtschap verbindt met het naastgelegen dorp is momenteel nog steeds niet volledig toegankelijk. Maar dat is dus de veilige route naar het dorp. Naar de winkels, naar de huisarts, naar de apotheek, naar de bibliotheek. Noem maar op. En de scholen, vooral ook heel belangrijk, de scholen natuurlijk. Als je door het tunneltje heen komt, moet je een stoep op of een dijk op. Die weg is vreselijk modder, kapot gereden door andere vrachtwagens, door alles, bouwverkeer. En er kwam dus weer een vrachtwagen aan. Die mag daar helemaal niet heen. Maar hij ging erheen, want hij weet niet waar hij naartoe moet. Wat voor gevoelens roept dit persoonlijk bij u op? Ik ben verkeersleerkracht geweest. En als ik dan zie dat de schoolthuisroute voor de kinderen hier... Ja, het roept heel erg gevoelens op, dat merk je wel. Ja. Waar zijn jullie bang voor? Ja, dat er toch een keer een ongeluk moet gebeuren voordat er wat gebeurt. Dat kan toch niet? Kijk, ik vind het ontzettend... dat de omstandigheden zijn waar ja, die dreigen dat er een ongeluk gebeurt. En je maakt de afspraken met de mensen van het bedrijf van goh, dat moet gebeuren. Maar als iemand het vergeet, ja, dan gaat het mis. Nelleke hoopt vooral dat de weg weer snel en veilig open kan. Dat zou heel veel oplossen. En zeker als ze dan zorgen dat er geen vrachtwagens langs kunnen. Want zoals vanmorgen, dan is het nog onveilig. Maar als dat gebeurd zou zijn, dat zou zoveel schelen. En als de werkzaamheden definitief klaar zijn, dan zou dat volgend jaar ook... opgeleverd moeten kunnen worden. En ik verwacht dat pas na de zomer hoor, dus dat gaat gebeuren. Stel er gebeurt hier vandaag of morgen een ongeluk. Voelen jullie je dan als gemeente verantwoordelijk? Je voelt je betrokken. Maar verantwoordelijk voor een weg waar een ontwikkelaar bezig is, waar een aannemersmaatschappij bezig is. Een weg die eigenlijk in beheer is bij het waterschap. Om dan te zeggen, daar is de gemeente verantwoordelijk voor. Ja, dat gaat me wat ver. We doen wat we kunnen. In de nacht van 2 op 3 oktober heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Mejuffrouw en Schipperstraat in Oud-Beierland. De deur en gevel raakten beschadigd. Niemand raakte gewond en het is nog onbekend of de bewoners thuis waren. De politie onderzoekt het incident, maar er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Een aantal partijen uit de Zuid-Hollandse politiek wil een deel van de damherten in de Hoeksche Waard behouden. Ondanks plannen om de roedel van 80 tot 90 dieren af te schieten, pleiten partijen als GroenLinks, PvdA, BBB en CDA voor het beheren van de herten. De provincie ziet afschieten als enige oplossing vanwege schade en veiligheidsrisico's. Maar bewoners en actiegroepen verzetten zich. De Omgevingsdienst Haaglanden beslist binnenkort over de vergunning. De hertendiscussie speelt al een langere tijd en eerder dit jaar gingen wij de straat op om de mening van de Hoeksche Waarders te peilen. Ja, maar van de herten blijf je af. Wat vindt u van de situatie van de damherten? Moeten zij blijven in de Hoeksche Waard of niet? Ja, moet wel beheerd worden, denk ik, voor ieders gezondheid. Ook voor die van de damherten zelf. Maar nulstand is niet nodig. Ze zijn er tot nu toe geweest. En volgens mij helemaal niet voor ongemak of iets gezorgd. Dus een beetje drastisch. Misschien dat er te veel zijn, kan ik niet over oordelen. Maar ja, ik denk wel dat ze hier de plek gevonden hebben. Dat je dat niet tot nul kan reduceren. Dat het misschien wat minder moet worden. Oké, als de boeren er echt last van hebben. Maar nul, dat vind ik echt... Nee, dat hoeft niet. Maar het wordt er natuurlijk wel te veel. Dus we moeten het op een verantwoorde manier, dierenvriendelijke manier, beheersen. Wij willen die natuur beschermen.
Dus we moeten al die beesten in de buurt houden. Alleen, je moet het niet overschermen. Want als we te veel hebben, dan hebben we er last van. Dat moeten we niet hebben. Dus u zegt eigenlijk wel beheren, maar niet tot nul afschieten? Nee, natuurlijk niet. Gewoon beheren. Dus net zoals je maar een boerderij hebt. Als je te veel hebt, moet je er een paar weg doen. Die moeten blijven gewoon. En waarom vindt u dat? Leuk. Daarom. Je gaat toch niet afschieten, zoiets? Dit vind ik echt iets moois in de Hoekse Waard. Daar moeten we trots op zijn. En een paar lui uit de grote stad die beslissen dat hier dieren afgeschoten moeten worden. Schande. Nou, het is een moeilijk gebeuren, want je wilt ze in leven houden. Maar aan de andere kant is het ook zo, het moet ook geen overlast veroorzaken. Tuurlijk moeten ze blijven leven. Ga maar naar die ganzen kijken daar in Tauerland. Daar heb je genoeg. En anders zet je die herten maar bij de ganzen neer. Kunnen ze die opvreten. Ja, maar van de herten blijf je af. Dat doet toch niemand kwaad? We gaan er elke keer naar fietsen, we gaan er naar kijken. Is toch een plus om te zien? Ik zie dat het u ook misschien een beetje emotioneert. Ja, ja. Waar komt die emotie vandaan? Nou, omdat ik daar geboren en getogen ben. Niks mag je meer. En wat we hebben, dat moet weg. We mogen amper nog ademhalen. Maar als u het besluit mag maken, dan zegt u? Blijven. Laten leven. Dan zeg ik, de herten moeten blijven. Misschien in mindere mate, maar ze moeten wel blijven. Abel blijven, zoveel mogelijk. Burgemeester Erik van Heiningen heeft een garagebox aan de gedempte spui in Oud-Beierland voor 6 maanden moeten laten sluiten na een vondst van een hennepkwekerij. De politie trof bij een inval een grote hoeveelheid hennepplanten aan. De sluiting is gebaseerd op de opiumwet en moet ervoor zorgen dat de garagebox niet langer gebruikt kan worden als drugslocatie. De Openhof in Oud-Beierland organiseert de Regenboogweek. Met verschillende activiteiten rondom Coming Out Day vraagt de protestantse gemeente aandacht voor de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. De week start op 9 oktober met een lezing van queertheoloog Inke van Abbema, gevolgd door een filmavond op 10 oktober met Boys Don't Cry. 11 oktober is het Coming Out Day. Dan hijsen wethouders Hubert Steen en Miranda den Tuiner de regenboogvlag bij de gemeentehuizen van Oud-Beierland en Maasdam, als symbool voor inclusiviteit. De week sluit af met een tafeldiscussie, een regenboogdienst en een dialoogavond met auteur Joël Boertjens. Sinds 6 oktober kun je elke zondag winkelen in de Hoekse Waard. Dat mag na een besluit van de gemeenteraad. De winkels mogen elke zondagmiddag van 12 tot 5 uur hun deuren openen. Maar het is nog maar de vraag hoeveel winkels dat daadwerkelijk gaan doen. Want daar mogen de winkeliers zelf over besluiten. De zondagopenstelling is al langere tijd een gevoelig onderwerp geweest en zorgde voor gemengde reacties. Dat bleek ook uit een reportage van eerder dit jaar. Wat vindt u ervan dat de winkels op zondag open mogen? Ik vind het top. Het had al veel eerder moeten. En als je het niet wil, moet je het niet doen. En als je het wel wil, dan moet gewoon nog de mogelijkheid er zijn. Dat vind ik eigenlijk helemaal niks. Ja, dat moet iedereen voor zijn eigen weten of ze dat willen doen. Ik denk dat het prima is. Prima in deze tijd. En elk ondernemer kan kiezen of hij daaraan meedoet of niet. Ik heb er weinig problemen mee, maar ik ga toch niet op zondag winkelen. Dus maakt mij weinig uit. Ik vind het prima. Ik zelf heb het niet nodig. Want ja, ik bedoel, ik ben een pensionada, dus ik kan niet altijd boodschappen doen. Maar ik denk voor de jeugd, die geniet daarvan. Ik woon in een heel klein dorpje. Als je op zondag iets nodig hebt, moet je naar Barendrecht of zo. Dat slaat nergens op. Nou, voor mij mogen ze open. Ik vind dat iedereen dat zelf mag weten. Heel jammer. Ik ben voor... Zondagsrust hier in het dorp. Gods woord zegt dat we de zondag moeten houden als rustdag. En ik ben van mening dat we daar ons aan moeten houden. En als u naar uzelf kijkt, denkt u dat u gaat winkelen op zondag? Dat weet ik niet. Maar ik vind mensen die dat wel willen, die moeten gewoon die gelegenheid hebben. We zijn niet meer in 1920, toch? Ik ga op zondag niet naar de winkel. Nee, zeker niet. Als het zo uitkomt wel. Niet per se, maar als het zo uitkomt wel. In principe wel. Maar als je dit zijn, vind ik het ook prima. Nee, een supermarkt misschien wel, als je wat vergeten bent. Maar de HEMA bezoeken bijvoorbeeld niet. De Hoekse Waard kan zich klaarmaken op een koninklijk bezoek. Koningin Maxima is op 15 oktober in Klaaswaal om de leefbaarheid en het verenigingsleven in het dorp te bespreken. Ze begint bij nieuwbouwlocatie Blom en gaat in gesprek met de bewoners. Daarna bezoekt ze buurthuis Korstjanshuis en woont repetities van lokale muziekverenigingen bij. Het bezoek eindigt bij voetbalvereniging SS Klaaswaal, waar Maxima met jonge voetballers spreekt en helpt in de kantine.
Voor meer nieuws kunt u terecht op onze website omroephw.nl. Hartelijk dank voor het kijken naar Lokaal Journaal en tot de volgende uitzending.